De gemeente is voornemens om in Pelhamaas het afval in de hele gemeente te laten inzamelen door de eigen inzameldienst. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 21 april besloten. De doelstelling is natuurlijk om zo weinig mogelijk restafval te produceren met een zo groot mogelijke service tegen zo weinig mogelijk kosten. Waarschijnlijk blijft Reinigingsdienst Maasland het afval nog enkele jaren inzamelen in Kessel, Kesselijk en Meijl via een overgangsregeling. De intentie is dat zo snel mogelijk de afvalinzameling in heel Pelhamaas op dezelfde manier is geregeld. Voor de inwoners verandert op dit moment in ieder geval nog niets in de manier van afvalinzameling.